Hallo allemaal, ik ga weer beginnen aan een nieuwe reeks video's waarin ik jullie laat zien hoe je van begin tot eind een 100% epoxy geode kunt maken. En ik ben alvast begonnen met het maken van de mal. Ik gebruik daarvoor een MDF bord en daarop een acetaat vel. Dat is hittebestendig en die tape ik vast met wat tape op het MDF-bord, zodat het niet verschuift. En een acetaatvel is hittebestendig, zoals ik al zei, tot 200 graden. En dat is heel mooi als de epoxy droogt, want dan krijg je geen rimpels op de achterkant. Dus ik tape mijn vel vast op het MDF-bord aan alle zijdes. En in deze video zien jullie dus hoe ik de mal maak en hoe ik de eerste laag in de mal giet. Alle materialen die ik gebruik kun je terugvinden aan het begin van deze video, maar ook in de beschrijving onder deze video. En ik heb daar ook bij de website links geplaatst, zodat jullie kunnen zien waar je de materialen kunt kopen. Nu zien jullie dat ik het acetaatvel schoonmaak met alcohol. En vanaf dit moment gebruik ik dus ook altijd handschoenen. Want je hebt altijd wat zuur of olie aan je vingers. En dat wil je niet op je acetaatvel. Ik heb inmiddels ook al de vorm uitgetekend met een pen. En over de streep ga ik met siliconen kit een lijn plaatsen. Deze siliconenkit is heel goedkoop. Het is de heldere soort, dus niet de gekleurde. En je bent deze heldere nodig, want als die gekleurd is, dan kan het reageren op de epoxy. Dus als je siliconenkit koopt, koop dan altijd de doorzichtige. En ik volg dus de lijn die ik uitgetekend heb op mijn acetaatvel. En epoxy blijft niet plakken aan een acetaatvel en ook niet aan siliconen. Dus als het goed is en je geode is helemaal klaar, dan zou die heel makkelijk uit de mal gehaald kunnen worden. Maar goed, dat is pas in een later video. In deze video alleen de mal en de eerste laag. En als je de siliconenkit koopt, dan zit er ook altijd een spuitmond bij. Wat ik dan altijd doe, ik snij daar altijd een stukje van de spuitmond af. Dan wordt de opening wat groter en dan kun je ook veel makkelijker de lijn plaatsen op je acetaatvel. Nou werk ik de lijn een beetje bij met een stokje. Inmiddels heb ik er al een tweede lijn bovenop geplaatst en dat doe je als de siliconenkit al een beetje uitgehard is. Als je dat gelijk doet, dan zakt de eerste lijn in en dat wil je niet. Dus ongeveer 30 minuutjes moet je dat een beetje laten drogen en dan kun je de tweede lijn plaatsen. Dat heb ik dus al gedaan en ik ben nu bezig om een derde lijn aan de binnenkant te plaatsen, want je wilt de binnenkant zo glad mogelijk. Want je wilt namelijk niet, als je de geode uit de mal haalt, dat daar allemaal scherpe randjes aan zitten. Want dan moet je heel veel schuren. Dus ik plaats altijd een derde lijn aan de binnenkant. En dan gebruik ik wat Dreft afwasmiddel op mijn vingers. En dan kun je de lijn die je net hebt geplaatst, wat jullie net hebben gezien, heel glad strijken. Zodat de rand mooi glad is, zodat je dat niet hoeft te schuren. En de Dreft is ervoor dat de siliconenkit dan niet aan je vingers blijft plakken. Gebruik wel handschoenen, want je kunt allergisch zijn voor siliconenkit.
Dus ik strijk met mijn vingers de siliconen zo glad mogelijk tegen de binnenkant van de siliconenrand. Nu haal ik met een doekje het overtollige siliconen haal ik van mijn acetaatvel af. Want je wil je acetaatvel zo schoon mogelijk. Dus heel voorzichtig langs de rand met een papieren doekje. Ja, ik heb deze video ook iets versneld, want anders wordt de video wel heel erg lang. Maar goed, je kunt nog wel goed zien wat ik doe. Goed, het is bijna klaar en dan kunnen we naar de gieten van de eerste laag. Goed, inmiddels heb ik al wat gebroken glas, turquoise en wat verspiegeld glas, anthraciet, langs de siliconenrand geplaatst. En je kunt je eigen gebroken glas op kleur maken, dat heb ik ook gedaan. Ik heb wit gebroken glas, als je dat dan in een plastic zakje doet of in een beker en je doet daar een aantal druppels alcohol inkt bij, van de kleur die je mooi vindt, dan kun je je eigen kleur gebroken glas maken. En dat heb ik ook gedaan. Het is een turquoise kleur. En ik heb daar anthracietkleurige verspiegeld glas tussen gelegd. Dat is glas wat aan de ene kant een spiegeltje heeft en aan de andere kant een kleur. Ik vind dat altijd wel heel erg mooi. En op dit moment doe ik daar wat epoxy overheen, zodat het niet meer zo makkelijk verschuift. En ik begin met de eerste kleur aan de buitenrand. En dat is de Golden Autumn. Ook alle kleuren die ik gebruik kunnen jullie terugvinden in deze video. Maar ook onder de video met de website link waar ik het koop. Dus helemaal rondom deze hele mooie bruinachtige kleur. En ik gebruik allemaal herfstkleuren, dus bruin, rood, geel en oranje. Ik vind het wel leuk. En met mijn roerstaafje druk ik de epoxy tegen de buitenrand aan. Trouwens, wat ik ook nog moet vermelden, je moet de siliconenrand ongeveer 4 uur laten drogen. En dan kun jij de eerste laag gaan gieten. Dus ik zorg ervoor dat de epoxy goed tegen de buitenrand aanzit. De tweede kleur, dat is een rode kleur. En daar heb ik een effectvloeistof in gemixt. En ook dat kun je terugvinden in de beschrijving van deze video. En daar kun je dus hele mooie effecten mee krijgen. Het is vergelijkbaar met de cellen die je ook kunt krijgen met acrylgieten. En wat ik altijd mooi vind, is dat de kleuren in elkaar overvloeien. Dus daarom giet ik het tegen elkaar aan. De volgende kleur, dat is een seagrass. Dat is een groenachtige kleur. Heel glinsterend. En dat giet ik tegen de gebroken glas en het verspiegeld glas aan. En voor de eerste laag is het belangrijk dat je bepaalt
welke kleuren waar komen. Het is nog niet zo belangrijk wat voor effecten, want een geode bestaat uit meerdere lagen, omdat hij moet dik genoeg zijn om of op te hangen, of om een tafeltje van te maken, of wat je er ook maar mee wil doen. Dus het is belangrijk dat je bepaalt waar wil ik mijn kleuren. Dit is een hele mooie gele kleur, een inkt. En daar heb ik wat gele glitter in gemengd. En ik wil graag dat deze kleur zich gaat vermengen met de rode kleur ernaast. En wat ik jullie ook al heb verteld is dat het acetaatvel is hittebestendig. Maar voor de eerste laag is het belangrijk dat je zo min mogelijk hitte zelf aanbrengt met de verfstripper. Want als je dat doet, dan kan alsnog je acetaatvel kan rimpelen. En dat wil je niet, want dat zie je terug op de achterkant van je geode. Dit is een hele mooie oranje kleur. Ook weer heel erg glinsterend. En die wil ik graag laten vermengen met de gele kleur ernaast. Ja, je zult ook altijd merken dat één kleur de overhand wil nemen. En dat is in dit geval de rode kleur. En daarom ga ik nogmaals een lijn met de Golden Autumn opnieuw plaatsen. Helemaal langs de buitenrand. Want ik wil dat deze kleur iets meer terugkomt. En ook de gele kleur wordt een beetje verdrongen door het rood en door het oranje. Dus daarom voeg ik nog wat geel toe. Dus wat ik al zei, zo min mogelijk hitte aanbrengen voor de eerste laag. Dat doe je pas als de hele laag is gevuld. Want als je dat eerder doet, dan verrimpelt je acetaatvel. Ja, de volgende kleur is een turquoise kleur. Ik vind het altijd een hele mooie kleur. En het doet heel goed met rood en oranje en bruin. Vind ik altijd heel mooi bij elkaar passen. Dus naast het groen doe ik dus deze turquoise kleur. En onthoud goed, dit is pas de eerste laag. In de volgende lagen kun je allerlei details kun je aanbrengen, maar ook delen bedekken die je niet mooi vindt. Wederom wat rood naast het turquoise. En zo vul ik de eerste laag totdat die helemaal opgevuld is met epoxy. Laatste beetje oranje. En dan hebben we bijna de eerste laag helemaal opgevuld. En je kunt zien dat sommige kleuren een beetje worden weggedrukt door het rood. Maar daar maak ik me nog niet zo druk om. Want ik kan altijd in de tweede laag weer de blauwe kleur wat een beetje wordt verdrongen en de gele kleur terug laten komen. Nu een beetje hitte om toch nog de epoxy wat vloeibaarder te maken, zodat het wat meer met elkaar, de kleuren meer met elkaar vermengt. En nou ik er zo naar kijk, het lijkt net een mond. Ik vind het wel leuk. Ook de brander gebruiken voor de luchtbelletjes die zijn ontstaan. En dit doe je meerdere keren.
En ook tijdens het drogingproces, het eerste uur, ga ik altijd terug om te kijken van, hey, zijn er nieuwe belletjes ontstaan? En dan gebruik ik de brander om deze te verwijderen. Maar kijk uit, niet te veel hitte op één plaats, want ook epoxy kun je verbranden. En ik bekijk het altijd goed van allerlei kanten in het licht, waar er dan nog luchtbelletjes zijn. En die, dan gebruik ik de brander om die te verwijderen. Ook bekijk ik altijd van alle kanten of er niet wat stof ingevallen is of haartjes. Want als je deze laat zitten, dan zie je dat terug als het is gedroogd. En dat is echt niet mooi, want ik hou van het glas effect wat je hebt met epoxy. En dan wil je daar geen stof in. Nogmaals met de brander. En dan laten we het drogen en dan maak ik een close-up en dan kunnen jullie van dichtbij zien wat de effecten zijn en of het glinstert. Goed, het heeft nu ongeveer 24 uur gedroogd. En ik ben echt wel tevreden hoe die eruit ziet. Ik vind het hele mooie kleuren. Alleen het groen is wat weg en het turquoise. Maar goed, dat kan ik in de tweede laag toevoegen. Maar hele mooie effecten. Wat ik jullie heb verteld, dat komt door de Resi Blast. Dat is een olieachtige substantie. En dan krijg je ongeveer de effecten wat je ook hebt met acrylgieten, wat op cellen lijkt. Ja, het glinstert enorm. Een beetje jammer dat de zon niet schijnt. Een beetje dichterbij. Daar kun je het wel zien glinsteren. Een hele mooie bruine kleur zie je daar. Het is echt wel herfstachtige kleurtjes. De oranje en de geel. Heel mooi. Goed, dit is maar de eerste laag. En ja, er zullen nog minimaal 3 lagen opkomen. Want hij moet dik genoeg zijn. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je vragen hebt, plaats onder de video. Als je je nog niet geabonneerd hebt op mijn kanaal, alsjeblieft abonneer je. Druk op de bel, want dan krijg je een melding wanneer ik weer een nieuwe video plaats. Geef me een duim omhoog als je het leuk vindt wat ik doe. En ja, ik zie jullie weer terug in de volgende video, waarin ik jullie laat zien hoe je een tweede laag plaatst. En misschien wel wat glitter nog aanbreng of wat gebroken glas. We zullen het zien. En dankjewel voor het kijken nogmaals. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!